Wijswijk de Buurs en het Dream Team hier. Leading is de plek nummer 5-11 van Reinhard of Kouwenzee. Kamp looking good now. Gaan we kijken naar Wijswijk op plaats nummer 2. Is Beauty Spike van Bremmel. Bremmel looking good. Dat is zo nou in de race. En wat is het wachten? Wachten kijken wat we doen met plaats nummer 3. Daar is al enige afstand. Maar plaats nummer 4, dames en heren, is heel erg spannend. We gaan kijken naar die 212. Is Sven van de Schot. Maar wie wacht die plaats nummer 4? 500 en een beetje boom. Dat wordt nog kans van het ook. Die hier, denk ik, zo'n Trevor Janssen kunnen zijn. Oeh, we hebben hier een rit in de baan. En dat is Steve van Schijndel. Die rijdt de rest van zijn deelnemersveld zoek. Hij heeft de demarage ingezet en geeft een pelotonnetje daar kijken. We gaan kijken naar Cedric Korsmakers van de Wietros. Vooraan is Nuland. Die is wel zeker voor de halve finale. Korsmakers daar op 2. Wat gebeurt er dan op die laatste 3, 4 en 5? We gaan spanning krijgen en sensatie hier op de baan van Nuland. Van Roosmalen schrijft ineens naar boven. Maar we gaan ook nog meenemen Bromans. Of wordt het toch dan Jim Struik van